binnen de lijntjes. Hé, hey, samen delen, samen spelen, zei je, hè? Wat heb jij nou getekend daar? Laat zien, Charlotte. Een hartje, maar ik kan eigenlijk niet inkleuren. Nou, ik zie dat het een hartje is. En weet je, het mooie is, een hartje kan je delen. Net als liefde kan je delen. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. En jij houdt van roze en rood. Ja. En een hartje is ook? Ja. Wat is een hartje? Wat voor kleur? Rood. Ja, en roze ook, hè? Ja, zeker. En soms geel. Wow. Alle kleuren. Ah, ik weet niet of je hart dan zo goed tikt als die geel is. Maar dat maakt niet uit, dat is een ander verhaal. Maar door de wind gaat het zo. Ja. Wat ik heb is... Een soort van. Jij ook? Spelen voor Charlotte. Ja? Lotte, kijk eens. En dan gaan we ook een foto van jullie maken, dat jullie dat vasthouden. Dat is van jou, dat is spelen. Ja. En ik zei dat wat je hebt, dat je daar van, met elkaar van gaat genieten. Dus ik schrijf op genieten. Ah, fijn. Als je nou genot kan delen, is ook mooi. Spelen. Ja. Nou hadden wij een ambitieus plan om een woord met die lichtjes te gaan maken. Ja. Of in ieder geval een letter daarin te gaan staan. Ik zie er een daar. Ja? Ja? Oh, dat is een vraag die ik stel. Dat is een soort van voorzichtige vraag. Vind je het leuk om te doen? Ja? Oh, ja, joh. Ja, joh. We helpen eventjes. Ja, Laura gaat even helpen. Heb je één gevonden? Nou, ja. Het leuke is, je mag er ook één meenemen aan het einde. Wow. Mag je wat doen, Lotte? We mogen een woordje maken. Ja. Dat wil je met deze lichtjes doen? Ja. Of een letter, kijk maar. Of een letter. Wat zullen we doen? Ja, want spelen, dat is ook nogal lang. Ja, dan doen we gewoon de S van spelen. Zullen we de S van spelen doen? Ja. En de S van Sint Maarten. En dat wil je hier op de grond? Ja, en dan dat jullie... Doen we een S maken samen? Nou, fantastisch. Wat een samenwerking met de S. Dat weet ik al heel lang.